Goedenavond allemaal. Welkom bij Boeren, Burgers en Buitenlui, de online talkshow voor en door genealogen. Fijn dat u er allemaal weer bent. Dit is de eerste aflevering van onze talkshow in het nieuwe jaar, in 2021. Het is de 14e januari, dat is nog net de eerste helft van de maand. Dus ik denk dat ik ook nog wel tegen u allen mag zeggen dat ik namens het hele team van de academie u heel veel goede dingen toewens in dit nieuwe jaar. Natuurlijk veel gezondheid, wat heel erg belangrijk is nu. Maar ook heel veel genealogisch plezier. En ik hoop dat u heel veel mooie dingen zult vinden in dit jaar. En misschien ook wel heel veel puzzels waar u al een tijdje mee zit, weet op te lossen. Nou, dat proberen we niet alleen natuurlijk allemaal individueel, maar het liefst ook in teamverband. En dan is het fijn dat we ook online elkaar weten te vinden. En daar zijn deze talkshows ook zeker voor bedoeld. We hebben vandaag twee panelleden die niet zijn aangeschoven. Dat zijn Willeke Binnendijk en Els Leijs. Zij hebben het te druk met hun werk om vandaag met ons mee te praten. Maar we hebben wel twee andere gasten die vanavond hier willen zijn. Yvette Hoytink, die nog niet zo lang geleden ook al in een webinar over de nieuwe website van het Nationaal Archief heeft gefigureerd. En Fauke Bos, met wie we straks ook gaan praten over zijn softwarepakket. Welkom in ieder geval aan jullie, alvast om hier te zijn. Leuk dat jullie willen aanschuiven en dat jullie ook het een en ander willen vertellen over het onderwerp van vandaag. En we hebben van ons panel Willem, Bob en Johan en natuurlijk ook Wendy en Peter. Jullie ook allemaal welkom weer. Voor de mensen die vandaag voor de eerste keer hier zijn, Wendy gaat straks in de chatbox ook alle vragen die jullie hebben of opmerkingen die jullie hebben in ieder geval doorgeven aan het panel of aan de sprekers. Dat betekent dat ik u ook allemaal uitnodig om in de chat nou mee te doen, vragen te stellen, opmerkingen te maken. Dat kan als u in het schermpje kijkt, dan zit er misschien een knop chat. Als die er nog niet zit, kan het zijn dat die verborgen zit achter de drie puntjes met more. Open de chatbox, stel uw vragen en kies er wel voor. Dat is misschien belangrijk om te weten. Als u in de chatbox iets wil schrijven, dan is daar een regel type message here. Daarboven zit een knop waar u kunt kiezen of dat u alleen maar aan de panelleden of aan alle deelnemers iets wilt sturen. En kies dan vooral ook voor de optie alle panelleden en deelnemers. Dat staat er in het Engels. Want anders dan zien alleen de panelleden uw bericht en niet de andere mensen die misschien ook in de chatbox meekijken. Nou, dat gezegd hebbende, Wendy is dus degene die dit bij gaat houden, die ons ook gaat onderbreken. Maar alle panelleden zijn ook van harte uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan. We hebben net in de green room vooraf al een hele interessante discussie gehad. Dus dat belooft nog veel voor straks. Voordat we met het onderwerp, en het onderwerp is op bewijsgebaseerde genealogie, zo heb ik het zelf maar even genoemd, want ik vond het ook best wel lastig om er een hele mooie titel aan te geven. Voordat we daar met Yvette en met Fauke over gaan praten, doen we eigenlijk altijd in deze uitzendingen ook een rondje langs de panelleden van wat is er nu de afgelopen weken allemaal bij je voorbij gekomen. Nu hebben we natuurlijk de feestdagen achter de rug. Voor de een is dat een hele drukke tijd en voor de ander zal het ook een periode zijn waarin je gewoon even wat meer vrije tijd hebt en dus ook meer gelegenheid hebt om aan je eigen stamboom te werken. Dus ik vraag me zomaar eens af of dat onze panelleden de afgelopen weken ook gelegenheid hebben gehad om iets leuks te doen op genealogisch gebied. En ik weet dat Willem zit te trappelen om te vertellen over zijn ervaringen tijdens de feestdagen. Dus Willem, vertel ons wat er met jou is gebeurd. Nou, ik heb best wel aan de stamboom gewerkt tijdens de feestdagen. Het werd alleen wat ingewikkeld. Ik heb namelijk een heel mooi document toe weten te voegen aan ons eigen familiearchief. En dat zijn namelijk toch de positieve corona-uitslagen. Dat heb je nu als document voor je familiegeschiedenis? Ja, natuurlijk. Ik weet het niet. Ik weet niet of jullie dat eens afvragen, maar ja, dan zie ik zo'n cholera-golf of zo over zo'n stad heen komen. Dan denk ik, nou ja, hebben mijn voorouders er last van gehad? Dus ik dacht, nou ja, laat ik nou geen slecht voorbeeld stellen en dat toevoegen. Maar ik ben dus, ja, ik
ben een week goed ziek geweest en daarna een week eigenlijk heel futloos en energieloos. Maar toen ging het gelukkig alweer. En ja, ik ben eigenlijk toch wel met mijn stamboom bezig geweest. Ik merk dat ik, ja, ik merkte dat ik eigenlijk de wat verdere lijnen vind ik een beetje saai worden. Dus ik ben eigenlijk de wat dichterbije voorouders goed aan het bedocumenteren. En ik heb een lijstje gemaakt van wie er in mijn, volgens mij mijn 4 keer bedovergrootouders, zoals de Engelsen dat zeggen, zitten. En welke datums ik daar mis. Dus eigenlijk puur gewoon even geboorte, huwelijks, overlijdensdata. Gelukkig zijn dat er niet veel, maar ja, het zijn er toch nog 15 of zo. Is er een reden, Willem, waarom je die datum dan bijvoorbeeld nog niet had gevonden? Gewoon simpel omdat je er niet naar gezocht had, of waren er ook lastige situaties? Nou, ik zit nu op datum 4 die ik uit aan het pluizen ben, maar eigenlijk komt het er over het algemeen op neer dat een trouwregister is verdwenen. Of de geboorteregisters ergens niet bestaan. Of allemaal dat soort leuke omgein. En eigenlijk is dat superleuk. Want ik heb nu bijvoorbeeld in plaats van de echte huwelijksdatum, want die bestaat niet meer, die staat nergens meer geregistreerd, heb ik wel de huwelijkse voorwaarden van een paar voorouders gevonden. En ook via de huwelijkse bijlagen van kinderen die dan net in begin burgerlijke stand geboren zijn. Begin burgerlijke stand dan nog trouwen. Vind je nog wel eens iets terug. En anders dan toch via volkstellingslijsten of belastingregisters. Dat de belasting opeens omhoog gaat omdat iemand volwassen wordt. Om allemaal dat soort leuke omgein. En uitpuzzelen kom je toch wel redelijk op echte geboortejaren. En dat is best wel aardig. Oké, dus jij bent eigenlijk deze periode toch nog wel opgeschoten met je eigen familie? Ja. En het einddoel is om er uiteindelijk een boekje van te maken natuurlijk. Dus dat is heel leuk. Mooi. Goed, Bob, hoe was het bij jou? Ik zou even de microfoon aanzetten. Gelukkig allemaal gezond, dus ik kon gewoon eigenlijk doorwerken. Ik heb eigenlijk niet zoveel aan mijn genealogie gedaan, maar dat komt meer omdat ik zakelijk gewoon weer leuke dingen kon doen. En met name bij open archieven. Daarin heb ik de laatste jaren een heleboel gegevens verzameld van Nederlands archieven. En nu eindelijk komt er ook wat gegevens uit België los. Een vrijwilligersproject die het Rijksarchief actief is, Demogen, die heeft ook zeg maar hun gegevens gedeeld. En dat gaat dan vooral om de indexgegevens van de burgerlijke stand van Vlaamse Brabant en Brussel, die ik nu ook heb kunnen toevoegen aan open archieven. Dus ik hoop dat het ook een voorbeeld is voor andere archieven, maar ook vrijwilligersorganisaties om hun gegevens te delen. Zodat ook andere organisaties die beschikbaar kunnen stellen aan stamboomonderzoekers. Dus dat was, het was altijd een beetje een brick wall eigenlijk, België, voor mij. Maar nu begint dat eindelijk los te komen. Dus het is weer wat werk, maar ik ben er wel erg blij mee. Nou, ik denk dat alle gebruikers van open archieven daar ook heel erg blij mee zullen zijn. Zag ik nou laatst ook iets uit Frankrijk? Ja, dat is wel iets ouder inderdaad. Dat is van het Franse CBS. Die hebben alle gegevens van overleden Fransen als open data beschikbaar gesteld. Volgens mij zijn het hier van 25 miljoen Fransen, waar de overlijdensgegevens van makkelijk doorzoekbaar zijn gemaakt. En dat heb ik ook een beetje toegevoegd wel aan open archieven om een voorbeeld te stellen in Nederland. Want in Nederland hebben we het nog heel erg moeilijk gemaakt om te achterhalen of iemand is overleden. Dat is niet makkelijk te achterhalen. Je kan een krantenbericht kijken, maar overlijdensakten worden natuurlijk pas na 50 jaar openbaar. Je kan misschien persoonskaart aanvragen, maar in Frankrijk is dat gewoon openbare informatie. En niet alleen is dat handig voor stamboomonderzoekers, is ook voor archiefinstellingen erg belangrijk, want die willen vanuit privacyoverwegingen bepaalde archieven dicht houden, omdat ze niet weten of alle personen in een bepaald inventaris overleden zijn. Ja, en omdat we dat in Nederland niet hebben, zijn ze daarin wat risicomijdender, dus dan maar op slot en over een paar jaar pas open. Dus ik pleit wel heel lang voor om ook in Nederland eigenlijk gewoon een openbaar register van overledenen te krijgen. Voor onderzoek, maar ook voor de archieven. Ja,
Nou, mooi. Dankjewel, Bob. We gaan straks met jou ook nog heel even praten over genealogie online. Peter, heb jij nog wat leuk onderzoek kunnen doen tijdens de feestdagen? Ja, ik heb mij vooral verwonderd over de sociale omstandigheden van mijn voorouders. Ik ben op dit moment veel meer in de breedte aan het werken naar aanleiding van een DNA-test die ik heb gedaan. En proberen gewoon in de breedte veel informatie beschikbaar te krijgen. Ik kom van oorsprong uit een Rooms-Katholieke familie. Wat mijn vaderskant betreft uit Zuid-Holland. Ik was wel gewend daar aan gezinnen van 12, 13 kinderen. Ik kom er nou tegen van 14 kinderen, van 16 kinderen, van 18, van 19 en de top is 22. En die 22 is dan bij twee dames, waarvan de tweede ook nog een aantal kinderen meebrengt uit haar eerste huwelijk. Dus dat moeten toch hele bijzondere omstandigheden in die gezinnen zijn geweest. Maar wat ook opvalt is natuurlijk dat gigantisch veel van die kinderen voortijdig overlijden. Bij het gezin van 18 kinderen bij één vrouw. Dat is een soort wandelende baarmoeder als het ware geweest in al die jaren. Ja, als je dat probeert voor te stellen, dan lijkt me dat in ieder geval als met onze blik van nu daar, dat toch heel bijzonder te zijn geweest. En dan zie je, dan zijn er vier kinderen doodgeboren, waarvan een tweeling. En daarna zijn er nog acht voor twee jaar overleden. Dus er resteren er zes. Ja, daar komen weer gezinnen van 16 kinderen, 17 kinderen, 14 kinderen. Dus het is echt een hele bonte verzameling die ik tegen ben gekomen. En daaronder opvallend heel veel melkboeren. Ik ben geen koekoekskinderen tegengekomen, maar dat zou zomaar kunnen. Veel mensen in de zuivel werkzaam, maar veel veeboeren. Nooit geweten dat dat in mijn voorfamilie zat. Maar goed. Bijzondere feestdagen op die manier. Leuk. Dankjewel. Johan, kunnen wij van jou ook iets horen? Ik weet niet of jij je microfoon aan kunt zetten. Ja. Hoor je mee? Jazeker. Johan, heb jij tijdens de feestdagen nog leuke genealogische dingen gedaan? Ik ben wel veel bezig geweest met genealogie. Maar ook een beetje met mijn computer, doordat ik overgeschakeld ben van Windows naar Mac. Was het eventjes wennen, wat bijleren, cursussen gevolgd daarvan. En ik heb ook een genealogisch programma dat op Mac werkt nu, Reunion, dat is ook een beetje inwerken. Maar ik wilde ook toch wel een keer ingaan op hetgeen dat ik al gehoord heb. Wij wonen in West-Vlaanderen en dat is wel een cruciale provincie in België qua genealogie. Want aan de ene kant zitten we met Frankrijk. Ik hoor daar verschillen tussen Franse burgerlijke stand en Belgische burgerlijke stand. Het is te zeggen, de Fransen die schrijven bij de geboorteakte de overlijdensdatum bij als die gekend is. En dat vergemakkelijkt natuurlijk geweldig het onderzoek. Dat is iets wat wij niet kennen. Ben je ook niet in Nederland hoor, Johan? Ja, in Nederland ook niet. Ik hoor daar spreken van huwelijksbijlagen. Op dat vlak zijn we eerder benadeeld. En dat komt dan doordat het archief van de rechtbank in Kortrijk na de Tweede Wereldoorlog is uitgebrand. Zodat de dubbels is geen probleem, men kan die herstellen. Maar de huwelijksbijlagen zijn in één exemplaar en die zijn dus hopeloos verloren. Ja. Qua archief zijn we wel bevoordeeld. We zitten met een heel oud archief hier in Kortrijk. Het gebied van de kasserij Kortrijk. Sommigen zeggen, ik kan niet verder raken dan 1600 met mijn voorouders, want ze zijn niet van adel. Dat is natuurlijk helemaal niet correct. Als wij hier in Kortrijk zitten en je bent buitenpoorter van Kortrijk, dan raak ik zoals ik met mijn stamreeks tot voor 1400. Dus men moet natuurlijk goed werken, dus te zeggen, men moet de bronnen kennen, dat zijn buitenpoorterslijsten, dat zijn poorterslijsten, dat zijn weesakten, staten van hoed, wat niet hetzelfde is,
akten en contracten of schepenarchieven. En dan moet je al die zaken combineren met elkaar. Dus zo'n bron, bij parochieregister, dat bestaat eenvoudigweg niet. We zijn ook wel bevoordeeld door, ik hoor daar spreken van vrijwilligers. In Brugge hebben ze, het Rijksarchief Brugge, de vrijwilligers, al de zaken van parochieregisters en burgerlijke stand op internet geplaatst. Wat het zoeken zeer vergemakkelijkt. We zitten dus met twee archieven, heel wat stadsarchieven ook. Dus West-Vlaanderen is wel een beetje bevoordeeld qua genealogische opzoeking. Maar ja. Natuurlijk, voor het moment, ja, mijn vaste dag van het archief, een beetje wachten. Ja, ja, nou, daar zitten we in ieder geval allemaal natuurlijk mee. Dankjewel Johan voor jouw bijdrage. Misschien nog even voor dagelijks onderzoek. De recent boek van Dirk Muschoot, toen geluk nog heel gewoon was. Hou het even voor de camera, dan zien we het allemaal. Over het Vlaamse gezin. Ja. Nou, mooie tip. Dankjewel. Het Vlaamse gezin in 100 jaar helemaal veranderd. Precies. Volgend jaar mogen ze natuurlijk een nieuw boek schrijven. Hè? Ja, zeker. Dankjewel Johan. Ik ga naar Fauke. Ben jij net als Bob ook allemaal druk geweest op zakelijk gebied? Of heb jij ook privé genealogische dingen gedaan? Te weinig privé genealogische dingen. Te weinig. Nee, elke keer als ik even tijd heb, dan denk ik, oh, dan kan ik nog leuk iets aan Centurial aanknutselen. Dus, dat is misschien ook gewoon jouw hobby. Dat is wel mijn hobby, ja. Ja, maar mijn familie stamboom uitpluizen is zeker ook mijn hobby. Dus dat misschien een goed voornemen om dat weer eens wat vaker te doen dit jaar. Oké, dus voor jou was het niet iets voor de feestdagen, maar eigenlijk voor je lijstje met goede voornemens. Exact. Oké, nou ja. dat is ook mooi natuurlijk. Dan kunnen we in ieder geval volgend jaar misschien nog aan je vragen wat is er van uitgekomen. Ja, precies. Leuk. Dankjewel. Wendy, heb jij nog iets gedaan? Ik ben bezig met al mijn spullen aan het opruimen voor een verhuis die eraan zit te komen. Zelfs twee verhuizen, want we gaan eerst naar een tussenwoning en daarna naar een ander adres. En daar heb ik meteen eigenlijk wel een vraag over. We hebben natuurlijk onze mooie Facebookpagina Boerenburgers en Buitenlui. En de vraag is eigenlijk, hoe doen jullie dat? Wie kan mij daar tips en tricks over geven om dat eens allemaal goed op te bergen? Want het moet namelijk naar een opslag. En ik ben er reuze ongerust over. Dat kan ik je wel vertellen. Ik heb het altijd graag binnen handbereik bij me. En het moet naar een opslag. En ik vind het heel erg spannend. Dus, hebben we het dan over allerlei soorten voorwerpen? Of hebben we het over papieren, documenten? Of... Met name papieren documenten. Er is ook wel wat zilver, maar dat kan ik wel goed opslaan. Maar met name papieren documenten. Ik vind het toch spannend. Ook omdat het buiten mijn bereik wordt opgeslagen nu. Dat voelt gewoon heel vervelend. Dus diegene die daar wat over kan vertellen, heel graag op Nee, ik denk dat Willem iets wil zeggen. Gaat het ook om fotomateriaal? Ja, ook. Dat is ook al verschillend ten opzichte van papier, geloof ik. Maar ik weet er niet genoeg van om daar een hele expert mening op te geven. Ik zou het meenemen naar het tussenhuis. Ik zou dat niet aan een opvang toe vertrouwen. Daar twijfel ik dus inderdaad ook over. Misschien ook bij me houden. Ik zou beginnen met de hele voorraad archiefvrije, zuurvrije archiefdozen aan te schaffen. Nee, maar dat klopt. Dat is er wel. Het is alleen met name dat ik dat dus allemaal in dozen nu moet verpakken en aan mensen mee moet geven om op te slaan. En dat is een heel spannend verhaal. Ja, ja zeker. Ja. Ik heb Wendy naast mijn huis een zeecontainer laten neerzetten. Okay. Dan heb je toch alles bij de hand. Het gaat er wel om dat je alles heel ordelijk moet wegzetten daarbinnen. Maar dan kun je in ieder geval toch veel dingen relatief gemakkelijk op een korte termijn terugvinden. Ja, ik denk niet dat ze in de wijk waar nu wij tijdelijk gaan wonen blij zullen zijn als ik daar een hele zeecontainer ga plaatsen. Maar goed, misschien anders toch maar meenemen. Maar mochten er mensen zijn die daar een goed idee over hebben, graag op burgers, boerenburgers en buitenlui. Precies. Nou, mooi. Dankjewel voor deze oproep, Wendy. Ja, vandaag is het onderwerp dus... Sorry Yvette, sla ik jou nou over? Ja,
Ja, nou vertel, heb jij nog aan genealogie gedaan? Nou ja, ik ben al een paar jaar bezig om een lijn die ik in literatuur heb gevonden naar Eleonora van Aquitanië, koningin van Frankrijk en Engeland, om nou eens te kijken wat daar overeind blijft. Dus in het kader van genealogisch bewijs is dat natuurlijk ook een mooi voorbeeld. Ik had 24 generaties bewezen en is dat inmiddels terug tot de graven van Vlaanderen. Een dochter van de graaf van Vlaanderen moet ik zeggen. En ik heb in de kerstvakantie wat onderzoek gedaan in online bronnen in België. Ik had niet verwacht dat ik het zou redden zonder naar België toe te gaan. Maar dankzij de website Diplomata Belgica is het toch gelukt. Daar stonden hele mooie oorkondes en zo op. En ook de websites van de Rijksarchieven in België. En ik heb dus nu generatie 25 bewezen, de gewijden van Vlaanderen. Daar ga ik de volgende keer mee verder. Dus Eleonora is generatie 29, dus ik ben er echt bijna. Nog 4 generaties. En elke generatie is een blogpost op mijn website. Dus ik zal en dan straks is natuurlijk de grote vraag, stel nou dat je straks bij daar aangekomen bent. Wat moet je dan? Karel de Grote. Oké. Dat wil je ook echt gaan doen? Nou, ik ga in elk geval even een jaartje of zo rust pakken. En ik begin daar pas aan als ik ook naar Frankrijk kan voor onderzoek. Maar ja, dat is zo'n mythische figuur in de genealogie waar er zoveel pulp van te vinden is. Ik ben gewoon heel nieuwsgierig hoe ver je nou kan komen volgens de genealogische bewijsstandaard, waar ik het natuurlijk zo ook over ga hebben. Hoe ver je dat nou kunt volhouden? Hè? Waar eindigt de betrouwbare bron en waar begint de mythe? En hoe ver kun je nou komen puur met betrouwbare bronnen en betrouwbare analyses. Ik ben persoonlijk verrast dat ik 25 generaties, dat gelukt is. Ik had verwacht ergens rond generatie 20 wel een keer dat het daar wel een keer zou stokken. Maar ja, 25 generaties volgens de genealogische bewijsstandaard. Het kan. En ik ga straks wat meer vertellen hoe. Precies, ja, dan willen we natuurlijk wel weten hoe dat dan precies werkt. En wat überhaupt natuurlijk die genealogische bewijsstandaard dan ook is. En wat dat betekent voor je onderzoek. Voordat we daar naartoe gaan, want dat is natuurlijk eigenlijk ook het eerste onderdeel van vanavond, kijk ik nog even naar Bob. Bob, jij bent natuurlijk ook de beheerder van Genealogie Online, waar heel veel genealogische producten, zal ik zeggen, staan door mensen, gebruikers van Genealogie Online, die daar hun eigen onderzoek publiceren. Als jij nu kijkt naar die genealogische producties en je houdt dat tegen het licht van bewijsvoering. Worden die genealogieën, worden die ook onderbouwd met bewijsvoering, hè, met bewijzen, met actes, met bronnen. Wat zie jij dan? Ja, als je naar die cijfers gaat kijken, er staan bijna 60 miljoen personen zeg maar op genealogie online gepubliceerd. En als je dan gewoon gaat turven per persoon, is daar ergens een feit voorzien van een bron, een bronvermelding. Dan kom je uit op een kleine 31% van de personen die eigenlijk één of meer bronvermeldingen heeft. Dus ja, ruim 2/3 van de personen is helemaal geen informatie over bronnen opgenomen. Dat is niet zo goed nieuws. Dat is toch wel een praktijk die veranderen moet. En ja, daar gaan Yvette en Fauke zo ook over hebben. Ik heb ook nog gekeken naar het aantal publicaties. Als je de 10.000 plus publicaties neemt, hoeveel van die auteurs nemen dan überhaupt bronvermeldingen op in voldoende mate? En dan kom ik op de 24% van de auteurs. Dus ik denk dat zeg maar, bronnen, bewijsvoering, het is een belangrijk onderwerp waar ook nog wel geleerd moet worden door stamboomonderzoekers in Nederland. Ja, dus wat jij zegt is eigenlijk, als jij kijkt naar in ieder geval naar genealogie online, dat ongeveer 1/4 van de mensen die daar iets neerzet, ook daadwerkelijk bronnen toevoegt aan de stamboom die ze daar plaatsen. Precies. Ja, dus en nog even, ik denk niet dat het aan de stamboomprogramma's ligt. Daar heb ik ook nog een beetje naar gekeken of daar bepaalde trends in zitten. Maar ja, bijna alle stamboomprogramma's hebben wel enige vorm van een bronvermeldingenapparaat. Het is dus alleen een kwestie van die ook daadwerkelijk gebruiken. Ja. En ook wel begrijpen waarom dat zo belangrijk is om die te hebben en ook te publiceren. Het zegt toch wel iets over de kwaliteit van je onderzoek. Ja.
Willem, jij zei toen straks ook iets, hè, over het gebruik van bronnen. Ja, nou kijk, als ik kijk naar hoe ik mijn bronnen doe, per persoon heb ik een mapje met daarin netjes alle bronnen en elke JPEG, zeg maar, of PDF of wat ik dan ook download, heeft ook allemaal een apart tekstbestandje met waar ik het heb gedownload en wanneer en de bijbehorende index en zo. Maar ik merk dat, ja, ik heb volgens mij ooit een stamboom geplaatst op Genealogie Online. Ik weet niet of ik hem ooit heb weggehaald. Ik weet niet wat ik ooit bedacht heb. Maar mijn probleem is dan toch altijd, toen was dat überhaupt bronnen invoeren. En nu kom ik toch ook wel op het punt dat in mijn Gramps bestand, want ik gebruik Gramps, staat dan wel heel netjes vermeld volgens mij, burgerlijke stand Rotterdam, geboorteregister 1848 of zo, akte 3712, zover kom ik nog. Maar ik merk wel dat, ja, als je dan vervolgens echt gaat kijken van, ja, hoe doe je het netjes? Nou, ik vind dat zo'n ramp, dat citeren, in die stamboomprogramma's. En ik vroeg me eigenlijk af, weet je ook, want ik zie bij die stamboom in Genealogie Online ook wel vaak staan, geboorten Rotterdam of zo. Weet je wel, gewoon, want je hebt citaten zoals, oké, het achternummer staat er tenminste nog in. Of. Ja, nee, dat is een hele goede kanttekening die je daar maakt. Ik heb puur gekeken naar of er bronnen en bronvermeldingen waren. Als ik het aantal bronvermeldingen tel waar alleen staat Genlias, dat natuurlijk totaal geen goede bronvermelding is. Ik kan inderdaad niks over zeggen, nog over de kwaliteit van de bronvermeldingen. Dus ik hoop dat Yvette ons ook zo meeneemt van wat zijn nou goede bronvermeldingen. En Fauke zal ons dadelijk laten zien dat het ook heel makkelijk kan, denk ik. Nou, dat is misschien een hele mooie opstap dan naar Yvette. Yvette, als jij dit hoort en je weet ook, we hebben gevraagd aan je of je hier iets wilt vertellen over de Genealogical Proof Standard, of in het Nederlands de genealogische bewijsstandaard. En je hoort, zeg maar, dat zoveel mensen hun publicaties niet voorzien, hun online publicaties in ieder geval, niet voorzien van bronvermeldingen. Ik hoor van Willem van, ik vind het lastig om bronvermeldingen aan mijn gegevens toe te voegen. En dan zal het waarschijnlijk niet zijn, ik vind het lastig in het programma, maar vooral ook, wat voer ik dan allemaal aan informatie in, zodat het een goede bronvermelding wordt. Ik zie ook in de chat dat mensen zeggen van, ja, wanneer is het nu eigenlijk een goede bronvermelding? Ja, dat zijn natuurlijk meteen een hele hoop vragen. Maar wat is jouw eerste reactie daarop? De vijf W's. Wie, wat, waar, wanneer, waarin. Die komen straks ook nog voorbij in mijn PowerPoint. Maar je moet niet alleen weten wat je hebt geraadpleegd, maar ook waar. Dus bijvoorbeeld wel op een website zoals Open Archieven of zo. En je moet echt ook, ja, aan de bronvermelding kunnen zien wat je hebt geraadpleegd. Dus of het een origineel is, of een transcriptie, of een index. Dat bepaalt de kwaliteit en ook de fouten die erin kunnen zitten. En je wilt ook dat degene die je bronvermelding ziet, jouw werk kan controleren. Dus dat zijn de twee doelen van een bronvermelding. Dus je moet voldoende informatie opnemen om het terug te kunnen vinden. En om eraan te kunnen zien wat de kwaliteit is van de bron. Of je het origineel of een afgeleide bron hebt gebruikt. Als jij zegt een origineel en een afgeleide, waarom benadruk je dat verschil zo? Nou, een originele bron is bijvoorbeeld het echte boek in een archief, maar ook een scan op een website. Daar kan geen interpretatiefout gemaakt zijn bij de bewerking. Een afgeleide bron is bijvoorbeeld een transcriptie of een index. Daar kan iemand een typfout hebben gemaakt. En hoe meer bewerkingen er zijn, hoe groter de kans dat daar iets mee mis is. En natuurlijk kan in een origineel ook een fout zitten. Mensen kunnen liegen, mensen kunnen het mis hebben. Mensen kunnen zich ook verschrijven. Maar hoe dichter bij de originele bron je komt, hoe groter de kans dat de informatie betrouwbaar is. En dat heb je weer nodig om betrouwbare conclusies te trekken. Dus wat jij nu ook meteen eigenlijk zegt, en misschien weten we dat allemaal wel, maar dan toch goed om het nog een keer te onderstrepen. Beperk je niet tot de index. Bijvoorbeeld op een website als Open Archieven of Wie Was Wie of van een archief. Beperk je niet tot die index, maar kijk ook of dat je een link hebt naar een afbeelding van het origineel. Ja. En als die er niet is, zoek gewoon op een andere website of waar dan ook naar het origineel om te kijken wat er nu echt staat. Ja, ik had dat vandaag nog een klant die kon zijn voorouder Cornelis niet vinden. En die bleek geïndexeerd te zijn als Cornelia. Maar in de bron stond gewoon Cornelis met een S.
Dus ja, dat zijn van die hele simpele dingen. En het was natuurlijk ook een man en geen vrouw. Maar dat was gewoon verkeerd overgenomen door de indexeerder. Ja. Jij zegt al dat je vandaag gewerkt hebt voor een klant. Je bent beroepsmatig bezig met genealogie. Je bent ook gecertificeerd door de internationale organisatie BCG. De Board for Certification of Genealogists. Correct. Daar hoort dit speltje bij. Daar hoort dat speltje bij. dat betekent waarschijnlijk ook dat de genealogische bewijsstandaard, of in het Engels de Genealogical Proof Standard, eigenlijk nummer 1 is op jouw lijstje. Ja. Of zie ik dat verkeerd? Nee, dat is gewoon het fundament waar de rest op rust. Absoluut, ja. Nou, dat is ook de reden natuurlijk waarom we aan jou hebben gevraagd van, misschien zijn er toch in Nederland nog heel veel mensen die daar eigenlijk weinig van weten. En als ik hoor dat er zoveel mensen publiceren zonder bronvermeldingen, denk ik dat het ook heel goed is dat mensen iets meer weten over zo'n standaard. Kun jij ons in ieder geval vertellen hoe die standaard, waar die vandaan komt, zeg maar? Wordt die nou overal gebruikt? Wat houdt die in? Ik weet dat er 5 elementen belangrijk zijn. Kun je over dat soort dingen even iets vertellen? Ja, dan deel ik even mijn scherm. Laat ik even een PowerPoint zien en dan neem ik jullie daar even doorheen. Oké, is het zo te zien? Ik zie hem. Oké. Nou, de genealogische bewijsstandaard bestaat inderdaad uit 5 criteria. Je moet degelijk onderzoek doen. Echt alles proberen te vinden wat te maken heeft met jouw zoekvraag. Je moet de bronvermeldingen correct doen, compleet doen. Duidelijk aangeven wat de kwaliteit is van je bronnen. Je moet die informatie goed analyseren en met elkaar vergelijken. Conflicten oplossen. En een goed onderbouwde geschreven conclusie hebben. En dit, ik ga nu even per criterium, voor al die 5, het zijn niet echt stappen, je doet ze vaak door elkaar. En je gaat even zoeken, je gaat bron vermelden, analyseren, volgende bron, et cetera. Dus je gaat niet van 1 naar 5, maar je loopt er een beetje doorheen. Maar als ik even mag inbreken, eigenlijk zou je dus tijdens je onderzoek ook meteen al je bronvermeldingen moeten vermelden. Absoluut. Want anders ben je natuurlijk die informatie weer kwijt en moet je straks weer een keer terug. Ja, in het Engels zeggen ze Ohio, only handle it once. Dus als je dat is een uitspraak van Elisa Scalise Powell, ook een gecertificeerd genealoog. Dus als je de bron in de hand hebt, dat is het moment waarop je alle informatie hebt die je nodig hebt voor een goede bronvermelding. Dus schrijf het meteen op. Want dan weet je later altijd waar je het gevonden hebt. Dus ik begin in rapporten naar klanten altijd met de bronvermelding en dan pas met de analyse. En zelfs als ik niks vind, dan zeg ik gewoon wat ik geprobeerd heb te vinden en wat er niet in stond. Zodat ik weet dat ik daar niet nog een keer hoef te zoeken. En soms is het ook heel belangrijk om te weten dat iets of iemand niet in die bron stond. Want dat is eigenlijk ook weer bewijs. Ja, daar heb ik zo een voorbeeldje van. Oké, hartstikke goed. Nou, ga verder. Nou, als voorbeeld heb ik de ouders van mijn favoriete voorouder. Arend Kastijn zien we hier rechts. Dat is een veldwachter, geboren in Suderwick en vervolgens naar Nederland gekomen. Suderwick ligt net over de grens bij Dinxperlo. En zijn ouders waren Gerrit-Jan Kastijn en Berendina Dunk. En ik wou weten wie de ouders waren van Gerrit-Jan Kastijn. Dus de opa en oma van deze mooie veldwachter hier rechts. Dit is de oudste generatie waar ik een foto van heb. Oorspronkelijk. Ik had het gevonden in een stamboom, in een archief. Had ik een mooie stamboom Kastijn gevonden. En daarin stond de doop, het huwelijk, het overlijden en de ouders van Gerrit-Jan Kastijn. Dus denk je, mooi. Maar dan leer je van, je moet niet zomaar vertrouwen wat iemand anders zegt. Je moet terug naar de oorspronkelijke bron. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb de doopakte erbij gepakt, het huwelijk, de overlijdensakte. En allemaal op de aangegeven datum was inderdaad een Gerrit-Jan Kastijn gedoopt, getrouwd en overleden. En die ouders klopten ook met de ouders in de doopakte. Dus ik was klaar, dacht ik. Dus dat klonk allemaal heel goed. Toen ging ik deze familie gebruiken voor het portfolio voor mijn certificering. En dan moet je dus die GPS gaan volgen. Dus ging ik het onderzoek. Ik denk, 3 actes, daar kom ik niet mee weg. Daar word ik niet gecertificeerd mee, want ik moet dat uitputtende onderzoek doen. Dus voldoet dit dan wel? Nou, dan ga je beginnen.
Dus als eerste ga je uitputtend onderzoek doen, maar wel in het redelijke. In het Engels zeggen ze dan reasonably exhaustive research. Want echt uitputtend onderzoek, dan raadpleeg je alle bronnen ter wereld. Dat kan natuurlijk niet. Dus je pakt die bronnen waarvan het aannemelijk is dat ze relevante informatie hebben voor jouw onderzoeksvraag. In dit geval, wie zijn de ouders van Gerrit-Jan Kastein? Kun je dat op een of andere manier afbakenen? Wanneer krijg je het gevoel, nu heb ik het redelijke wel gedaan? Voor mij is het, ja, dat is ook meer als projectmanager. Als ik het gevoel heb dat de kans gewoon echt bijna nul is dat nieuw onderzoek of nieuw bewijs dit nog onderuit gaat halen. Hè, dus als ik maar twee actes gevonden heb en ik weet dat er nog een heleboel andere betrouwbare bronnen zijn die ik niet geraadpleegd heb, dat is een soort tijdbommetje, want dan zou het heel makkelijk kunnen dat ik iets over het hoofd heb gezien. Maar als ik zelf de belangrijkste en betrouwbaarste bronnen bekeken heb, ja, dan kan er wel een minder betrouwbare bron opduiken, maar die gaat dan niet mijn conclusie meer onderuit halen. Als ik allemaal kwalitatief goede bronnen heb die elkaar ook aanvullen en onafhankelijk van elkaar gemaakt zijn, dus niet het trouwboekje wat is meegenomen naar de overlijdensakte en hey, voilà, het staat hetzelfde in, maar echt onafhankelijke informatie, ja, dan geeft dat wel een goed gevoel. Oké. Nou, dit was dus wat ik vond. Gerrit-Jan Kastein, gedoopt in 1777 en zijn ouders. Maar toen ik dat redelijke onderzoek ging doen, dat uitputtende onderzoek, vond ik nog een Gerrit-Jan Kastein, een neef, gelijknamige neef. Daarmee was meteen ook ei-DNA uit het raam, want die mensen hebben natuurlijk hetzelfde ei-DNA. Maar 1777 of 1781. Nou, in eerste instantie was ik niet zo ongerust, want ik had de overlijdensakte van Gerrit-Jan Kastein en daar stonden zijn ouders niet in, maar daar stond wel in hoe oud hij was en dat kwam neer op ongeveer 1776 geboren. Dus ik denk, nou, dat zal toch echt die linker wel zijn. Uiteraard moet je ook je bronnen netjes vermelden. Daar komen die 5 W's waar ik het net over had. Dit is een voorbeeldje van een bronvermelding van een overlijdensakte. Je geeft eerst aan wie de akte gemaakt heeft. In dit geval de instantie, dat is de burgerlijke stand in Dinxperlo. Dan geef je aan wat voor register, wat voor bron heb je geraadpleegd. In dit geval dus de overlijdensakte 1858 en dan ook de nummer 17 en om wie het gaat, Gerrit-Jan Kastein, en een datum. Maar ik geef ook aan waarin ik het geraadpleegd heb. Ik haak even in, die datum, ja. Yvette, is dat de datum van de bron of is dat de datum van het feit? Omdat dit de bronvermelding is, doe ik de datum van de bron. Je zou voor de duidelijkheid dat er ook nog bij kunnen schrijven. Dat je zegt geregistreerd 4 maart of geboren of overleden 3 maart of zo. Dat zou je er nog bij kunnen doen. Ik zelf zeg dit is de bronvermelding. Hij staat als voetnoot bij de overlijdensakte waar al in staat dat hij op 3 maart bijvoorbeeld is overleden. Ik zelf doe dat niet, maar dat is bronnen vermelden is ook, ja, it's an art, not a science. Hè? Het is, iedereen kan er zijn eigen stijl van maken. Mijn stijl is dat ik dus de datum van de bron neem en dat de datum van het feit in de gegevens zelf staat waar ik de bronvermelding aanhang. En ik geef dus ook aan waar ik het gevonden heb, in dit geval bij het Gelders Archief. Zeker bij bijvoorbeeld burgerlijke standactes, die werden in Duplo gemaakt. Dus het zou kunnen in theorie dat de versie bij het Gelders Archief anders is dan de versie bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Als degene die 2 actes schreef een foutje heeft gemaakt. Dus ik kan hieraan ook zien welke versie ik gezien heb. En daarmee kan ik hem ook terugvinden. En andere mensen kunnen ook controleren wat ik gedaan heb. Als ik alleen die burgerlijke stand Dinxperlo maar op had geschreven, wisten ze niet waar ze die akte konden vinden. Met dat deel achter de punt komma weten ze dat wel. En ik kies ervoor om dus 2 lagen te gebruiken. De ene laag is de bron zelf. En dan achter de punt komma de laag van hoe ik hem geraadpleegd heb. Yvette. Even een vraag van Willem. Ik zie hier staan http://geldersarchief.nl. Maar ik weet dat heel veel van die archieven tegenwoordig ook van die permanente linkjes gebruiken. Gebruik jij die ook in je bronvermelding of niet? Waar ze er zijn wel. In dit geval had ik deze geraadpleegd voor archieven.nl de permalinks geïntroduceerd had. Ik heb de datum even geüpdate voor dit voorbeeld. Maar in werkelijkheid heb ik deze 5 jaar geleden geraadpleegd.
Ja, okay. Ja. Ik heb wel gecheckt of die er nog stond, maar ik heb niet de permalink veranderd. Ook ja. Nog even een vraag daarover, Yvette. Soms in Nederland hebben we natuurlijk heel veel, nou ja, eigenlijk wel zo goed als alle bronnen die online staan, die kun je ook gewoon gebruiken, gratis gebruiken, omdat ze vanuit het archiefwezen of zo gewoon gratis online aangeboden worden. Ja. Soms moet je een internationale website gebruiken waar je een abonnement of zo voor nodig hebt. Als je dan een link opneemt die verwijst naar zo'n bron achter een betaalscherm, dan kan niet iedereen daar zomaar bij. Dat klopt. Ja, net zoals als je een boek naar een boek verwijst, heeft ook niet iedereen dat boek. Dus dat klopt, dat is zo. En als je, ja, je zou er een opmerking bij kunnen zetten in je voetnoot. Ik kies ervoor om dat niet te doen. Maar ja, dat is inderdaad zo. Niet elke bron is voor iedereen even makkelijk toegankelijk. Want dan nog is een verwijzing naar Ancestry weer makkelijker op te volgen dan een verwijzing naar een brief die ik van mijn oma heb gehad in mijn eigen archief of zo. Hè. Dat, ja, de bronnen zijn niet allemaal even toegankelijk. Dat ben ik met je eens. Oké, dus bronnen goed vermelden. Je kunt hieraan zien dat ik het origineel heb geraadpleegd van de overlijdensakte en niet een index. Want er staat dat ik het geraadpleegd heb als akte, of als ook de afbeelding heb geraadpleegd. En ik heb de akte zelf als bron. Als ik alleen de database had geraadpleegd, dan had ik die eerste laag weggehaald. En had ik alleen gezegd, bron, personen, database, Gelders archief. Dan was dat mijn bron geweest, de database en niet de akte. Dan een goede analyse en correlatie van bronmateriaal. Dat betekent dat je goed kijkt wat erin staat en wat het betekent en ook hoe het met elkaar in samenhang, wat het betekent. Dus of je verbanden ziet tussen verschillende actes. En nou had ik hierbij, kwam ik een lijst met dienstplichtigen tegen uit de Franse tijd. Die was gemaakt op basis van het doopregister. Dus ze hebben gewoon gekeken met het doopregister van welke mannen zijn geschikt voor de dienstplicht. En daar kwam Gerrit-Jan Castijn van 1777 wel op voor. Maar Gerrit-Jan Castijn van 1781 niet. En dan ga je kijken, ja, wat is dit voor lijst? En wat voor regelgeving zat daaronder? En toen bleek dat in die tijd alleen ongehuwde mannen in dienst moesten. Dus dan snap je dat die van 1777 dus ongehuwd was in 1807 tot 1809. En dat die van 1781, die daar niet op voorkomt, die zou dus gehuwd kunnen zijn of overleden of verhuisd, dat weet je niet. Maar het niet voorkomen van die man van 1781 is dus eigenlijk een voorbeeld van negatief bewijs. Hè? Waaruit je uit het ontbreken van iemand op die lijst kun je toch iets van hem te weten komen. In dit geval wist ik dat de Gerrit-Jan Castijn waar ik naar op zoek was, trouwde in 1806. Dan kan dat dus eigenlijk al niet meer die van 1777 zijn, want die was in 1807 nog ongehuwd, weet ik nu. Dus dat was de eerste aanwijzing die ik had, dat ik de verkeerde Gerrit-Jan Castijn te pakken had. En dit zijn nou typisch dingen, ja, dat vereist meer dan alleen maar zo'n lijst bekijken en de namen opschrijven. Je wilt bij een grondige analyse hoort ook dat je de regelgeving erachter bekijkt. Oplossen van conflicten. Nou, als je maar 3 actes hebt, is de kans dat je een conflict vindt veel kleiner dan als je veel uitputtende onderzoek gaat doen. In dit geval had ik ook bijvoorbeeld de bevolkingsregisters en de volkstellingen erbij gepakt. En de leeftijden. Nou, de geboorteplaats was allemaal consistent. Suderwick, Zuiderwijk, in Pruisen. Maar de leeftijd werd in sommige gegeven en in andere werd het geboortejaar gegeven. En dan zie je dat daar toch wel grote verschillen in zitten. Van 1782 tot 1775. En dan ga je kijken van ja, wat is nou... hoe ga ik dat conflict oplossen? Hoe kan ik dit verklaren? En een van de manieren waarop je dat doet, is te kijken wie de informatie gegeven heeft. Nou, dat bevolkingsregister van 1830, 1838, dat was toen ze in Dinxperlo kwamen wonen in 1831. Dus dat was niet iemand die langs de deuren ging. Nee, daar is iemand voor naar het stadhuis geweest om die aangifte te doen van wij zijn hier komen wonen. En dat was vermoedelijk het gezinshoofd Gerrit-Jan zelf. Dus die datum is veel betrouwbaarder dan in zijn overlijdensakte, waarin 2 buren langskwamen om te zeggen dat hij overleden was. En die hem ook helemaal niet kenden als jonge jongen en geen idee hadden hoe oud hij was. En in dat bevolkingsregister van 1850 had iedereen een afgerond jaartal. Iedereen in het gezin eindigt het geboortejaar op een 5 of een 0.
Dat is ook een aanwijzing dat waarschijnlijk een buurman of zo informatie heeft gegeven en niet de familie zelf. Ja, die waren misschien niet thuis of degene heeft gewoon even gevraagd van joh, hoe zit dat? Wie, och, 17, 75, och, die is in de 80, die is in de 70. Dus dat zijn allemaal manieren waarop je toch, ondanks dat er niet expliciet staat wie de informant was, toch wat kan zeggen over de betrouwbaarheid. En als je deze analyse dan ziet, dan concludeer je dat een geboortejaar rond 1782 aannemelijker is dan een geboortejaar rond 1775. En dat klopt ook weer dus met die Gerrit-Jan van 1781. Eigenlijk met de verkeerde, voor jouw gevoel, de verkeerde Gerrit-Jan. Ja, eigenlijk wel. En toch ook weer niet, maar dat vertel ik zo nog eventjes. Als je dat allemaal gedaan hebt, en ik heb nog veel meer gevonden, ook vernoemingen bleken dat die Gerrit-Jan uit 1781, die ouders traden ook op als doopgetuigen en de kinderen werden daarna vernoemd, dus die pasten ook op allerlei andere kanten veel beter. Dus dan kun je op een gegeven moment een conclusie gaan schrijven. In dit geval dus even, ja, het was toch echt die uit 1781, de zoon van Jan Willem Kastijn en Derske Koskamp. En waarom dit voor mij toch eigenlijk de goede is, is dat die moeder van die andere Gerrit-Jan Kastijn was al 20 jaar een doodloper van me. Die kon ik niet vinden. Terwijl die Derske Koskamp was heel goed te vinden. Dus ik heb nu een veel completere stamboom dankzij deze wijziging. Dus voor mij is dit toch eigenlijk wel de betere neef om als voorouder te hebben. Het kwam jou goed uit. Het kwam mij goed uit. Nou, in werkelijkheid heb ik dit veel uitgebreider opgeschreven voor mijn portfolio. Uiteindelijk met 37 voetnoten om dit te bewijzen. Dus dat geeft wel aan hoe uitgebreid het kan doen. Dus ik heb hier even een paar leuke voorbeelden eruit gepikt. Dus jij zegt 37 bronnen. Ja. In ieder geval bronvermeldingen, want het hoeft niet altijd natuurlijk een andere bron te zijn. Het kan ook meerdere keren verwijzen naar dezelfde bron. Klopt. Maar je hebt 37 keer verwezen naar een bron om vast te stellen dat het niet de meneer van 1777, maar die van 1781 was. Ja, klopt. Oké. Okay. Ja. En dan snap ik dat Willem zegt van, poeh, als ik dat allemaal moet vastleggen in mijn programma, dan is dat wel heel veel. Maar dan heb je wel de goede neef. Dan heb je wel de goede neef. Ja. Precies. Willem? Ja, nou, ik heb op een gegeven moment zelf ook een puzzeltje lopen doen. Want zoals gezegd, ja, ik ben die datums aan het nadoen. En nou ja, dan heb ik dus inderdaad iemand die in Utrecht eindigt. En ergens, kennelijk zijn leven is begonnen ergens 80 kilometer verderop. Zonder dat er eigenlijk normaal migratie tussen die gebieden is. En er is eigenlijk helemaal geen direct bewijs voor. En maar ja, via getuigen en dan ergens notariële akten ergens aan de andere kant van het land kom je er wel. Maar dan zit je dus zo aan 70 bronnen voor een vader, voor een ouder-kindrelatie eigenlijk. Ja. En dan zeg jij, Yvette, dat is maar zo. Ja, precies. En als het goed is, doe je die bronnen ook niet allemaal achteraf, maar doe je dat terwijl je bezig bent. Dus write as you go. Ik schrijf een onderzoeksrapport, ook voor mijn eigen onderzoek. En dan per bron die ik beetpak, schrijf ik de bronvermelding op. Schrijf ik wat erin staat en schrijf ik wat het betekent. En daarna, als ik dat voor een paar bronnen gedaan heb, ga ik ze met elkaar vergelijken. En zo bouw je het op. Dus ik ga niet alle bronvermeldingen opsparen tot het eind. Dat doe ik onder mijn onderzoek. Ja, ik snap dat dat heel ideaal is. Maar kijk, ik denk ook dat het best wel een hoop van de mensen die hier nu luisteren. Ja, we zitten allemaal met onze eigen stamboomdatabase, waar we al jaren aan werken. Hoe zou jij het aanpakken om, stel nou dat ik even een makkelijker geval heb, stel dat ik 20 bronnen heb die ik naloop, dus gewoon standaard het bevolkingsregister er netjes naast en de geboortebeleidsakte. Hoe pak ik dat nou aan om daar die conclusie gewoon eens goed te trekken? Nou, wat ik zelf doe is, ik maak dus een onderzoeksrapport per gezin voor mijn eigen stamboom. En dan maak ik van al die actes een samenvatting, een transcriptie of een vertaling, afhankelijk van wat het is. Meestal kies ik voor een samenvatting. En daar zet ik de bronvermelding bij en dan doe ik die analyse en dan schrijf ik de conclusie in op. En als ik tevreden ben, als ik een conclusie heb kunnen bereiken,
dan voer ik het in mijn stamboomprogramma. Of verbeter ik mijn stamboomprogramma, want dan heb ik inmiddels betere bronvermeldingen. Dus ik pak elke week vaak wel één gezin van mezelf, van onderzoek wat ik als tiener gedaan heb. En dan ga ik nu eens even compleet maken. Hè, die bronvermelding Gen Lias, die heb ik ook in mijn stamboom staan, van onderzoek van 25, 30 jaar geleden. Nou, 30 niet, toen was er nog geen Gen Lias. Maar ja, ik pak gewoon af en toe zo'n gezin beet. En dan ga ik alles bij elkaar zoeken wat er nu online te vinden is. Ik beperk me ook tot online bronnen, ook gezien natuurlijk de mogelijkheden voor onderzoek die we nu niet hebben. En dan ga ik gewoon eens kijken wat er allemaal is. En dat is hartstikke leuk. Je vindt veel meer dingen dan alleen die droge namen, data en plaatsen. Want van de week nog vond ik leuke gemaalregisters, waarbij je echt het hele gezinssamenstelling ziet in de 17e en 18e eeuw. Die had ik nog niet eerder geraadpleegd. Dat vind ik hartstikke leuk. Maar kies jij, je had het al eerder over om de inkadering eigenlijk van ja, hoeveel bronnen raadpleeg je nou eigenlijk? Dat hangt natuurlijk een beetje af van je onderzoeksvraag, neem ik aan. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld bronnen voor landoverdracht, of ik noem maar een dwarsstraat, in de 19e eeuw eigenlijk veel minder belangrijk zijn voor die vader-zoonrelaties. Ja, mijn onderzoeksvraag is eigenlijk ook dat ik wil weten van mensen niet alleen wie hun ouders waren en waar ze geboren, getrouwd en overleden zijn, maar ik wil ook weten waar ze woonden, wat hun beroep was, of ze onroerend goed bezaten. Dus bij mij hoort dat erbij. Bij dat onderzoeksrapport wat ik maak per gezin horen dus ook de notariële actes, de kadastergegevens, dat hoort er allemaal bij. Maar dat ligt aan je onderzoeksvraag. Oké, Yvette, was jij nog met je verhaal bezig? Ja, ik heb bijna... Want dit was dus de conclusie. Chop, chop. Oh. Ik heb dus een deel van mijn stamboom af moeten zagen. Maar gelukkig was het, bleef er nog genoeg over. En waar ik zelfs meer mee kon. En ik heb, dus wat voor mij toch wel belangrijk is. Dat je met die genealogische bewijsstandaard de betrouwbare conclusies trekt. Hè? Je kunt denken van ik ga terug naar de bron en dan is het goed. Maar als je echt wat uitputtende onderzoek doet, dan pas kom je de conflicten tegen. Dan pas zie je de fouten die je gemaakt hebt. En ja, dit was toch wel een van de grofste fouten die ik gemaakt heb als beginnende genealoog. Dus de enige keer tot nu toe dat ik echt op andere voorouders uitkwam dan eerst. Dus daarom vond ik het wel een mooi voorbeeld hiervoor. En als je dit doet, verklein je gewoon de kans dat je bij een nieuwe bron ineens een stuk van je stamboom af moet zagen. En ik vind het ook heel leuk dat je meer te weten komt over je voorouders. En als je dit op deze manier doet, ja, dan kun je niet alleen zelf, maar ook anderen vertrouwen hebben in de kwaliteit van je onderzoek en de conclusies. Ja. En voor degenen die meer willen weten, heb ik hier nog wat links. Ik ga deze PowerPoint, ga ik een pdfje van maken, zet ik op de Facebookgroep voor boeren, burgers en buitenlui. Kan iedereen nog even rustig nakijken. Maar de website van de certificeringsinstelling, het boek Genealogy Standards, waarin deze standaard ook staat. Een boek wat uitlegt hoe je dat nou doet, Mastering Genealogical Proof. Het zijn alle drie wel Engelstalige publicaties. En een beetje zelfpromotie, ook, is ook nooit mis. Mijn website, en daar staat ook die lijn van Eleonora van Aquitanië, kun je daar ook op vinden. Hartstikke goed. Dankjewel Yvette voor jouw verhalen over de genealogische bewijsstandaard. Graag gedaan. Ja, Fauke, als jij dit hoort, dan denk ik dat het bij jou begint te kriebelen. Want ja, bewijsvoering, het gebruik van bronnen bij genealogisch onderzoek, dat staat eigenlijk helemaal centraal in waar jij altijd mee bezig bent, of tenminste altijd, waar jij heel veel mee bezig bent. Je hebt zelf een software, een genealogisch softwarepakket ontwikkeld, waarvan je eigenlijk zou kunnen zeggen dat is een omgekeerd softwarepakket. Want het is niet zo, ik heb een feit en daar hang ik een bron aan. Maar jij gaat eigenlijk uit van de bron en uiteindelijk komen daar conclusies uit. Daar gaan we zo meteen wel meer over horen. Maar vertel ons wie Fauke Bos is. Want ik zei toen straks al in de inleiding, wij hebben elkaar nooit ontmoet. Ik had ook weinig over jou gehoord. Het zal misschien bij andere mensen ook zo zijn. Dus we wilden heel graag weten wie jij bent en waar je eigenlijk mee bezig bent. Oké, nou dankjewel. Leuk om hier te zijn als eerste. Ik ben Fauke Bos. Ik ben in een groep van genealogen, dus ik neem aan dat ik dien te vermelden dat ik geboren ben in het zuiden van Nederland, in Hoensbroek, in de jaren 70. Dus, voor mijn studie naar Utrecht verhuisd. Ik heb wiskunde gestudeerd. Ik ben van huis uit wiskundige.
Wanneer was het? In 2014 alweer op een gegeven moment eindelijk gaan doen wat ik al, daarvoor al langer wilde, namelijk is gaan kijken naar mijn stamboom, mijn eigen stamboom. Ook in 2014 waren er natuurlijk al zoveel online bronnen dat je een heel eind kon komen zonder het huis te verlaten. Dus ik had na een weekje onderzoek prachtige bronnen en sommige takken die wel teruggingen tot 1400. En nog een week later dacht ik, nou, dat is allemaal leuk en aardig, maar hoe weet ik dit nou zeker? Dus dat was mijn eerste ervaring met genealogie. Ben toen eens gaan nadenken over wat is zeker weten en hoe werkt dat dan? Ben dus gaan googlen. Kwam inderdaad een hoop tegen daarover. De genealogical proof standard die we net zagen, natuurlijk. Een mooie plaat van Mark Tucker daarover. Een aantal heel mooie documenten, ook nog een eentje van Mark Tucker, over waar zou genealogie software van de toekomst eigenlijk aan moeten voldoen. Ik kwam het pakket Evidentia tegen, misschien ons sommigen bekend, dat natuurlijk ook heel erg gebaseerd is op de GPS. En hoe langer ik zocht, des te meer ik dacht van waar is dan dat pakket dat dit allemaal kan? Want ik wist één ding zeker, dat ik het niet zelf ging bouwen, want dat kost veel tijd. Dat is mislukt, kan ik officieel mededelen, want ik ben toch maar zelf gaan bouwen. Want het bestond niet, tenminste niet dat wat ik wilde. Wat ik wilde was namelijk aan de ene kant heel graag die GPS volgen, of in elk geval, dat stond er wel aan, een beetje alles vastleggen. Aan de andere kant wilde ik ook gewoon een mooie stamboom, dus ik wilde ook gewoon het resultaat hebben. En ik ben dus gaan nadenken over hoe je die twee met elkaar combineert. Hoe kun je nou, ik heb verder geen genealogische achtergrond, dus, maar hoe kun je nou toch de software voor je laten werken? In plaats van dat je zelf moet doen. Hoe kan de software je nou helpen om alles waar we het eigenlijk tot nu toe over gehad hebben, namelijk die bronnen opvoeren en voor je onthouden wanneer je wat gevonden hebt. Ik hoorde net 5 W's, dus dat klinkt goed. Hoe kan de software je nou daar echt bij helpen om dat voor je te doen, in plaats van dat je dat zelf, in plaats van dat je de software zo gek moet krijgen dat hij dat voor je doet, hoe kan de software jou daarbij helpen? Heb jij een ICT-achtergrond, dat je dit soort dingen kunt? Ja, okay. Ik ben op mijn 12e al achter een Commodore 64 gekropen en eigenlijk nooit meer weggegaan. Ik zie 2 mensen lachen, Yvette en Bob, die herkennen waarschijnlijk dit wel. Ja, precies. Ja, leuk. Nee, daarom. Dus dat speelde ook nog natuurlijk. Dus ik wist ook nog ongeveer hoe je dat zou moeten doen. En zo is het dat ik in 2016 inmiddels alweer begonnen ben met het pakket dat nu dan Centurial heet, te bouwen. Dat is een versie 1.0 uitgekomen. Nou, ik weet dat er mensen zijn die dat toen begonnen zijn met het pakket gebruiken en het tot de dag van vandaag nog steeds gebruiken. Nou, groot compliment, want die eerste versie was heel rudimentair, maar inmiddels kan het een hoop. Je bent vanaf 2016 bezig. Vanaf 2016 zijn mensen ook met jouw software aan de slag gegaan. Dan denk ik in eerste instantie, zijn dat veel mensen? Is het een pakket wat alleen in Nederland of ook in het buitenland gebruikt wordt? Nee, het is, ik ben zelfs in het Engels begonnen. Ik had wel door dat als ik dit in het Engels deed, dat de markt, nou moet je mij horen, maar dat het aantal gebruikers voor wie dit plezierig kon zijn, dat groter zou zijn. Dus het is een hele tijd alleen in het Engels geweest. En sinds 1,5 jaar is het ook in Nederlands en in het Duits beschikbaar, software. Dus, zie je verschillen in gebruikers? Dat er meer Engelstalige gebruikers zijn, omdat die misschien ook wat meer bekend zijn met de GPS dan bijvoorbeeld Nederlandse gebruikers? Nee, ik zie op dit moment, het is veel Nederlands, juist. Maar dat is waarschijnlijk ook omdat ik heel wel vaker ergens presentaties heb gegeven en met mensen gesproken heb. Dus dat is makkelijker dan om in Amerika voet aan de grond te krijgen of in Engeland. Maar ik zie Australiërs en Oostenrijkers en iedereen komt allemaal langs. Dus, maar veel Nederlanders, veel Duitsers ook. Compagent.de heeft recente aandacht besteed. Dat groeit in dat soort landen. Dus, maar ook Engeland en ook de Verenigde Staten, zeker. Willem heeft een hele vervelende vraag. Of het ook op Linux en Mac werkt. Ja, ik zat even te kijken. Ik dacht van, ik wil het downloaden. Maar wat mijn hoofdreden waarom ik nu Grams gebruik en er toch heel erg hard aan vastzit, is omdat ik
alleen maar Linux gebruik. En ik ken ook nog wel meer Mac-gebruikers die dezelfde problemen kennen met de Windows-programma's. Ja. Zo is dat, Fauke, met Centurion? Nee, het is alleen Windows. En dat wist ik van tevoren dat dat een dingetje ging worden. Maar ik wist ook van tevoren dat het iets nieuws was wat ik ging doen. Dus dat ik zoveel mogelijk dingen waarvan ik zeker wist hoe het werkte, moest gebruiken. Dus ik heb mij gebruik gemaakt van een techniek die alleen op Windows op dit moment beschikbaar is. Dus dat is wel goed om te weten. Ja, dank ja zeker. Nee, dus op dit moment is het alleen Windows. En dan krijg je inderdaad veel vragen over Mac en Linux. Ik weet ook van mensen die het wel hebben draaien hoor, op Mac en Linux, maar dan heb je zo'n emulator nodig. Dus dat is bekend. Fauke, jij bent aan de slag gegaan met een eigen pakket, omdat je eigenlijk vond dat er niets was wat aan jouw eisen voldeed. Wat zijn de uitgangspunten voor dit pakket geweest? De uitgangspunten zijn geweest dat ik aan de ene kant wilde ik net zo'n mooie stamboom als al die andere pakketten. Het einddoel was hetzelfde, ik wil gewoon een mooie stamboom. Maar ik wilde ook dat het pakket mij helpt om bij te houden waar ik mijn informatie nou toch vandaan heb. Zodat ik, en niet op een manier dat ik het kan toevoegen, maar eigenlijk dat het pakket mij helpt om het niet te vergeten. En het resultaat is dus een pakket waarin het niet anders kan dan dat je begint met het opvoeren van de details van je bron. Eigenlijk begin je gewoon met de bronvermelding. En ja, dat zei Yvette net eigenlijk ook. Hè? Ja. Ik begin met een bron en daarna vertel ik wat ik in die bron heb gevonden. Dat is bij jou ook. Als ik naar jouw website kijk, dan staat er ook heel duidelijk. Normaal gesproken beginnen we met een conclusie waar we een bronvermelding aan hangen. Maar in jouw programma begin je met de bron. Haal je alle informatie eruit, corrigeer me als ik het verkeerd zeg. En met al die informatie ga je aan de slag om conclusies te trekken en dus ook verbanden te leggen tussen mensen en feiten. Klopt, klopt zeker. Ja, dat is precies de volgorde. Goed. Misschien moeten we ook even gaan kijken naar iets, want dan is het misschien wat makkelijker ook voor iedereen om een gevoel te krijgen. Ja. Want jij kunt Centurion natuurlijk ook met ons delen. Kijk of ik het scherm mag delen. Als het goed is, heb je die rechten. Who can share all? Interessante vraag. Even kijken hoor. Het wil nog niet vanzelf lukken. Even kijken. Oh, nu wel. Ja, dat is beter. Even kijken. Ik zal mijn scherm delen. Zo. Als het goed is, kan iedereen mijn scherm nu zien. Ja. Centurion werkt. Ik zal even in een minuut of vijf kort er doorheen praten. Dat geeft een soort idee van waar we het over hebben. Ja, prima. Centurion werkt eigenlijk net zoals alle andere. Ik zeg altijd, er zijn nu al 30 van dit soort pakketten in de wereld. Genealogische softwarepakketten. Werkt ook in projectvorm. Dus je begint ermee dat je een project aanmaakt of opent. Er worden ook wat voorbeeldprojecten meegeleverd. Bijvoorbeeld over Vincent van Gogh. Dat is een standaard die ik meeneem. Het begint allemaal, of het eerste scherm dat je tegenkomt, is gewoon de stamboom waar we het over hebben. Dus dat is, dat was een van de hoofddoelen natuurlijk. Ik wil gewoon net zo'n stamboom als in al die andere pakketten. Dus tot hier is er eigenlijk niks opvallends aan de hand. Er bestaat ook, over elke persoon kun je vervolgens een uitgebreide persoonskaart bekijken. Daar kom ik zo uitgebreider op terug. Dus dat is allemaal hetzelfde. Wat er echt anders is, is dat, toch even die kaart moeten openlaten. Dit is de persoonskaart, dus net zoals al die andere software dat heeft. Het enige verschil is dat je hier geen informatie kunt invoeren. Helemaal niks. Je kunt hier alleen maar lezen. Ik kan nu niet een geboortedatum of zo aanpassen of invoeren. Exact. Dit is gewoon een weergaveveldje. Ik kan hier helemaal niks invoeren. Het enige wat ik kan, is een bron toevoegen. En dat is dan ook precies de manier. Dus de enige manier om gegevens in te voeren is door een bron toe te voegen. Dus dat kan heel eenvoudig. Hierboven voeg een bron toe. Dan krijg je een scherm dat eigenlijk helpt bij de uitdaging die onder andere Willem net al verwoordde, namelijk welke velden moet ik nou toch invullen en hoe kom ik aan een goede bronvermelding. Wat dit scherm probeert te doen is je daarbij te helpen. Dus als je bijvoorbeeld zegt, nou ik weet dat ik een akte van de burgerlijke stand heb geraadpleegd, dan doet dit scherm suggesties over welke velden dan relevant zouden kunnen zijn om daarbij in te vullen. Dus dat gaat over welke stad is, komt dat dan vandaan? Welke stad is dat dan? Waar bevindt zich die akte op dit moment, als het al bekend is? Wat was de titel die op het boek stond, deel stond van de burgerlijke stand?
op welke pagina, wat is het nummer van de akte, wie wordt erin beschreven, wat is de datum van de bron, net zoals Yvette dat net aangaf, de brondatum. Nou, en met al die informatie wordt dan netjes een mooie bronvermelding gemaakt, dat gebeurt heel nog. Dit zijn eigenlijk die 5W's waar Yvette het over had, die precies, kun je in deze velden vermelden. Vermelden. En wat hier ook mooi is, is die lagen waar Yvette het net over had, die kun je ook aangeven. Dus in dit geval, hè, vaak als je zelf naar het archief bent geweest, dan kun je zeggen, ik heb die akte van de burgerlijke stand zelf gezien. Maar vaak kijk je toch naar iets anders. Kijk je namelijk naar een digitale afbeelding van een akte. Dus hierboven in het scherm zie je, kun je ook lezen. Ik, de onderzoeker, heb persoonlijk bestudeerd en geanalyseerd een digitale afbeelding van een akte. Dat zijn precies die twee lagen waar Yvette het net over had. Dus dan kun je in deze laag kun je aangeven op welke website je die gevonden hebt. En hier kun je de details van de akte aangeven. Het kost even wat te veel tijd om dat nu in te voeren. Maar ik kan wel even een ingevuld voorbeeld laten zien. Nou, bijvoorbeeld hier. Laat ik deze nemen. Hier zie je kan ook meteen de afbeelding eraan plakken, zie ik nu. Dat is de volgende stap. Maar dat ja, precies, mooi. Ja, nee, dus stap 1 is deze details invullen. Bijvoorbeeld hier heb ik, dit is de geboorteakte van Vincent van Gogh. Dus hier staat de plaats waar dat gebeurde, de titel die op de kaft stond van het boek, de pagina, het nummer, de naam van degene die ingeschreven wordt en de datum van de akte. Hier geef je aan op welke website die dan te vinden is, in dit geval op Family Search. En hier linksonder zie je dan een mooie bronvermelding, net zoals die eigenlijk gelijk aan wat Yvette net liet zien. En die maakt die automatisch voor je, dus daar hoef je niks aan te doen. En hij bepaalt ook zelf welke velden er op welke manier in moeten. Dat is gewoon, daar hebben we gewoon een standaard van ingebouwd, gebaseerd op een Amerikaans boek, Evidence Explained. Dus dat komt allemaal redelijk overeen. Dus dat is stap 1. En daarmee heb je dan meteen ook het nare gedeelte gehad, zeg ik altijd maar. Want dit is natuurlijk niet het allerleukste. Maar wel belangrijk. Maar wel belangrijk, dus daarom doen we het maar eerst. Dan hebben we dat gehad. De tweede stap is inderdaad dat je dan hier rechts op het scherm één of meer bestanden kunt toevoegen. Dus je kunt de scan zelf kun je gewoon toevoegen. Dus die hoeft ook niet meer in een losse je hoeft geen losse folderstructuur meer op je schijf bij te houden. Dat kun je gewoon hierbij plakken. En vervolgens is het idee van Centurial dat je hier aan de linkerzijde een soort mini-stamboom maakt. Ik zeg altijd, elke bron is eigenlijk een mini-stamboom. In dit geval is het een geboorteakte, dus we hebben twee ouders en een kind. Dus die mini-stamboom die kun je hier tekenen. Dus je kunt hier, als je wil, een persoon toevoegen. En van die persoon kun je vervolgens alle details, alle beweringen die in de bron staan, kun je overnemen. Ik heb dat natuurlijk in dit voorbeeld al gedaan. Dus bijvoorbeeld Vincent van Gogh zelf hier. Nou, dus ik heb hier alle gegevens die in de bron staan, zoals zijn familienaam, zijn voornaam, zijn geslacht. Die heb ik hier overgenomen. En vooral wat er dus niet staat, moet je dus vooral ook niet overnemen. Je kunt zelfs, een van de nieuwste toevoegingen is dat je zelfs kunt aangeven waar in de bron het dan staat. Dus elk van deze vierkantjes hier is een deel van de zeg maar, elk van die blokjes geeft aan waar de informatie echt te vinden is. Dus als ik wil weten waar de geboortedatum staat, of neem dus het geslacht, dan kan ik op dit vierkantje klikken en dan zal hij hier het blokje selecteren waar dat te lezen is. Dus op die manier kun je alle informatie uit die bron, elk detail kun je overnemen, zonder je verder druk te maken over wat je al eerder in andere bronnen hebt gelezen over deze personen. Dat neem je over, dus je kunt je helemaal hier concentreren. Je kunt je concentreren op de spelling in deze bron. Je neemt hem precies zo over zoals die hier staat. Dat doe je voor alle personen. Je geeft ook bijvoorbeeld in dit geval relaties. Hè. Als er staat dat twee mensen partners zijn, dan geef je aan dat het partners zijn. Je kunt ook heel makkelijk nog een kind toevoegen als er nog een kind in zou staan. Dus dan kun je dus heel makkelijk die kleine stamboom maken. En als je dat dan gedaan hebt, dan heb je... Even één vraag tussendoor. Ja. Ik zie ook een vraag voorbij komen in de chat. En dat is eigenlijk misschien ook wat jij net zei. Je zei van, je neemt de naam over zoals die in de akte staat. Zoals het in de bron staat. De vraag is ook van, ja, een gemeente wordt wel eens een keer, krijgt wel eens een andere naam. Wat doe je daar dan mee? Betekent dat je gewoon overneemt wat er in de bron staat? De vraag is bijvoorbeeld, de gemeente Zundert en Wernhout, die jij net als voorbeeld hebt genomen, is later gaan heten gemeente Zundert. Dus en Wernhout is er afgevallen. Maar in jouw bron staat natuurlijk die oude naam.
precies. En wat doe je daar dan mee als je weet dat die naam later anders is gebruikt of een andere naam daarvoor in de plaats is gekomen? Ja, precies. Nu hebben we het toevallig dan even over de naam van een plaats. Nou is Centurio op dat punt nog niet zo ver als ik natuurlijk zou willen. Dus daar is de ondersteuning nog iets minder voor dan ik zou willen. Wat je uiteindelijk natuurlijk doet, is gewoon alle gegevens overnemen over zo'n plaats en dan uiteindelijk tot een conclusie komen. Dus als de conclusie is dat die plaats tegenwoordig Sundert heet, dan is dat de conclusie. En dan is dat wat je uiteindelijk weergeeft als conclusie. Maar op het moment dat je deze bron invoert, neem je de naam over zoals die in de bron staat. Precies, want die bron is een mini-stamboom. En die was gewoon, of die bron, hè, je kunt nog zeggen, klopt het wel wat er staat? Dat kan natuurlijk altijd. Maar de bron, degene die de bron maakte, dacht dat dit de werkelijkheid was. Dus die nemen we gewoon onverkocht over. Okay. En dan kunnen we later wel kijken of we het daar zelf mee eens zijn. Maar dat is een volgende stap in het proces. Net zoals dat een volgende stap is in de GPS. Nou, als we dan alle informatie hebben overgenomen, dan zit hieronder een klein knopje automatische correlatie. En die doet eigenlijk dat. Die probeert je te helpen om deze kleine stamboom die je nu hebt toe te voegen aan de grote stamboom die je al eerder hebt gemaakt. Dus het wordt eigenlijk een soort lappendeken van kleine stamboompjes. Dus ik kan daar even op klikken en dan zul je zien dat hij inderdaad probeert om die bron, om de gegevens over de grote boom heen te leggen. Hij geeft dat zelfs grafisch weer. Dus je ziet die drie personen die we net in de bron hadden. Die zie je hier nu weergegeven als drie kleine rechthoekjes. En Centurio heeft dus zelf via een algoritme bepaald, of geprobeerd te helpen, om de goede personen in je stamboom te vinden. En dat gaat best wel vaak goed. En dat gaat soms ook fout. Dus je kunt ook zeker dat aanpassen. Het is gewoon een hulpmiddel om je daar zo snel mogelijk door die stap heen te helpen. En op die manier heb je dus een bron toegevoegd. Nou, dan kan ik hier rechtsboven even het scherm sluiten en dan is daarmee de bron toegevoegd. En het leuke is dus dat als je daarna dus bijvoorbeeld naar de gegevens van die persoon gaat kijken, in dit geval Vincent van Gogh zelf, dan zie je hier rechts ook de bronnen die Vincent van Gogh vermeldde, staan er gewoon bij. En hieronder als nummer 4 staat dus ook de bron die we zojuist hebben toegevoegd. En dat viertje, overal waar dat viertje staat, is dus informatie gebruikt uit die bron. Dus bijvoorbeeld het feit dat Vincent van Gogh een man was, is blijkbaar is daar informatie over te vinden in drie verschillende bronnen, namelijk bronnen 2, 3 en 4. En sommige dingen zoals het tijdstip van geboorte komt natuurlijk alleen uit bron 4, komt dat naar voren. Dus dat is al een hele stap, zeg maar. Dus van elk feitje en elk detail weet je nu uit welke bron je dat ooit gehaald hebt. En je kunt zelfs nog een stap verder gaan. En dat is natuurlijk ook de vierde stap in de GPS. Je kunt gaan kijken naar het precieze bewijs. Dus laten we nou eens even kijken naar bijvoorbeeld de geboortedatum hier. Wat weten we daar nou over? Dan kun je dus nog eens een scherm verder klikken. En dan zie je eigenlijk het lijstje dat Yvette net ook liet zien. Je ziet op elke regel zie je een aanwijzing over die geboortedatum. Dus bijvoorbeeld in dit geval zien we dat er een bron was die zei 30 maart 1853. En er is nog een bron die zegt 18 maart 1853. Maar hij leidt ook indirect bewijs af. Dus bijvoorbeeld op basis van de geboorte- en overlijdensdata van zijn ouders kan hij ook een uitspraak doen over wanneer dit kind in dit geval geboren zou moeten zijn. En wat Centurio dus vervolgens doet, is op basis van al deze informatie een conclusie trekken. En als je nou bijvoorbeeld denkt, dit bewijs vind ik niet plausibel, dan kun je zeggen, nou, dat is niet plausibel. En dan zal hij het ook niet langer meenemen in je conclusie. Dus dat betekent dat ook bij conflicterend bewijs, je kunt al het bewijs gewoon, kun je altijd bestuderen zoals het er is. Maar je kunt er zelf kiezen of je het aannemelijk acht of niet. En dan ga je dus zo'n conclusie aanpassen, zal hij dat in het hele pakket, in heel Centurio zal hij dat aanpassen. En zo kom je uiteindelijk, net zoals altijd natuurlijk, op een mooie stamboom. Alleen kun je van elk feitje kun je precies terugvinden waar je het gevonden hebt. En dat is heel in het kort Centurio. Ja, Willem. Ik vind het echt super mooi uitziet. Ik zie ook die hele chat gaat volgens mij ook van, wow, het ziet er goed uit. En dus allereerst complimenten, want je hebt best wel iets moois weten neer te zetten als niet-genealoog. Dat is het uiteindelijk dan toch ook. En
nu. Is maar eigenlijk waar ik de hele tijd tegenaan loop, is van ik zie de hele tijd zie ik al best wel goede indexen die dan bij, bij een archief staan. Weet ik veel. En dan moet ik al die doopakte elke keer overnemen. Ik zit bijvoorbeeld te denken, laatst had ik iets met het Utrechtse archief. Elke keer ben ik weer de akte aan het downloaden. En ben ik weer eigenlijk de index aan het overnemen, omdat die index eigenlijk vrij compleet al aangeeft wat er in die akte staat. Is er ook een manier om dat sneller te doen binnen Centurial? Ja, zeker wel. Leuk dat je het vraagt. ik moet even kijken of... Als het goed is, kun je nu mijn browser zien? Klopt dat? Nee. Nee, dat wilde ik even checken. Dan moet ik even terug naar mijn... Dan moet je even het scherm delen stoppen en opnieuw... Precies. Iets anders delen. Ja. Even kijken hoe ik nu netjes terugkom. Ogenblik door. Ik kan hem ook even stoppen voor je. Fijn. Bij deze? Wel. Ja, en dan kan ik even mijn hele scherm delen. Dan kan het als het goed is zie dan alles. Zo. Nu wel? Is het beter zo? Ik zie nu open archieven. Fijn. Ik had een dergelijke vraag al verwacht, dus ik heb een willekeurige vergocht. Dit is natuurlijk hetzelfde document als waar we net naar keken, maar dan op open archieven. Ik weet even niet of er in dit geval een scan bij zit, zo te zien niet. Wat er in elk geval is Centurial komt met een browser extensie, hierboven te zien. En met een druk op de knop zal hij dan de pagina scannen. Indien mogelijk zal hij de documenten eraf halen. Hij zal ook scannen naar gegevens op die pagina. En hij zal zelf een bron aanmaken, zoals je ziet. In dit geval heeft hij dus best wel goed gescand, de inhoud van die pagina gescand. Dat is niet geheel toevallig, want ik heb Bob daar zeker wel eens over gesproken, over hoe dat werkt en hoe we dat kunnen optimaliseren. Dus je ziet dat hij hier zelf al heeft bedacht dat het in dit geval een databasevermelding is, omdat de scan niet beschikbaar is. Heeft hij zelf bedacht dat het een database is. Hè? Alle tekst die we hier zien is overgetypt uit de originele bron, zou dus een typfout kunnen bevatten. Maar hij is zo goed en kwaad als dat gaat, heeft hij zelf alle details overgenomen. Ook titels en nummers en dat soort dingen. Waardoor hij toch eigenlijk toch al met een best goede bronvermelding weet te komen. Je kunt het mooier maken door op basis van de scan nog wat details aan te vullen. Dat raad ik altijd aan. Maar ook als je dat niet zou doen, ben je al redelijk eind, zeg ik maar. En hij zal ook de pagina scannen naar informatie. Dus in dit geval heeft hij zelf al een klein stamboompje kunnen maken. Eigenlijk hetzelfde stamboompje als wat we net zagen. Waarbij het dus heel belangrijk is om vervolgens alle details aan te vullen. Dus vooral nog een keer de pagina goed lezen en kijken of het goed overgenomen is. Dat soort dingen, maar het scheelt natuurlijk al een hoop typwerk. Op veel andere open archievenpagina is dat natuurlijk wel gewoon een scan te vinden. Of bij Family Search. Dan zal hij die ook altijd netjes overnemen als dat kan. In dit geval was hij er niet, dus heeft Centurial een schermafdruk gemaakt van de webpagina, zodat je in elk geval iets hebt. Dus dat je weet hoe de webpagina er op dat moment uitzag. Dus dit scheelt een hoop, zeker voor online bronnen natuurlijk. Mooi. Mooi. Echt mooi. Yvette, jij wilde net al iets zeggen of vragen? Ja, het sluit super aan natuurlijk bij wat ik net zelf vertelde. Dus de manier van werken vanuit de bronnen en zo. Ik vroeg me af hoe je omgaat met negative evidence. Dus met bewijs wat je afleidt uit het niet voorkomen in een bron. Nee, precies, heel goede vraag. En het antwoord is dat het leuke van zo'n pakket is dat je, zodra je één goed idee hebt ingebouwd, heb je meteen drie nieuwe ideeën. Negatieve wijze is zeker nog een ding waar ik nog aan toe ga komen. Wat je daar natuurlijk voor nodig hebt, is denk ik een manier om vast te leggen in welke bronnen je gezocht hebt en niks gevonden hebt. Dat is een belangrijk onderdeel daarbij. Ja, dat is wat anders, hè? Dat is negative findings. Dat is wat anders. Precies, voor een deel. En ook voor het negatieve bewijs zelf. Dus zeg maar op basis van wat je had verwacht te vinden en dat dan niet vinden. In een bron, zeg maar. Dat komt er op een dag nog aan. Maar die andere twee, er is natuurlijk direct bewijs en ook indirect bewijs. Dus op basis van leeftijd of op basis van andere conclusies. Dat zit er al natuurlijk al wel in. Ja, dus als ik zo'n lijst heb met vijf verschillende geboortedata.
En ik wil daaruit concluderen dat iemand geboren is circa 1780 of tussen 1775 en 1783. Kan ik dat doen, ook al staat die datum nergens in? Ja, ik heb hier bijvoorbeeld, dit is de vader van Vincent van Gogh. Je moet even opnieuw screensharen. Oh, moet ik, is die, dat is het probleem, ik snap het. Zo, zo beter. Ja. Ik heb hier even de, terug. Ik heb hier de vader van Vincent van Gogh genomen, Theodorus van Gogh. Als ik daarbij naar zijn geboortedatum kijk, dan zie ik een hele lijst van aanwijzingen. Hè? We hadden net over 17 bronnen. Nou, dat, hier zijn ze. Wat je hier vooral ziet is dat... je ziet een aantal dingen, bijvoorbeeld als ik even deze regel benadruk. Hè, je ziet hier ook het stukje tekst uit de originele bron staan. Dus dat, hè, dat hebben we net zelf gekoppeld toen we de bron invoerden. Dus je kunt hier nog een keer lezen, oud 29 jaar. Centurio zal dan ook zeggen, de originele bron, hè, ook dat is die originele bron waar we het eerder ook over hebben. Het eerder over had, originele bron of duplicaat, of die staat hier ook. De originele bron van de primaire bewering, dat de leeftijd 29 is op 21 mei 1851. Dat is dus indirect bewijs dat de geboortedatum ligt tussen 22 mei 1821 en 21 mei 1822. Nou, zo gaat hij elk van die regels af. En als je dus alleen dit soort aanwijzingen zou hebben, dan zal hij als conclusie trekken dat de geboortedatum, hè, dan zal hij ook echt met een datumbereik komen van waar tussen de geboortedatum gelegen moet hebben. Ja, maar als ik dat... Maar dit kan ik dus niet zelf kiezen van... Ik vind dit wel aannemelijk en dit niet. Dus ik maak mijn... Ik ben gewend om dat soort conclusies zelf te trekken. Maar dat doet het programma dus alleen voor je? Nee, zeker niet. Ik zal even hieronder iets... dit was eigenlijk... Op basis van alle bronnen die ik heb, komt hij eigenlijk met twee datums. Kijk maar, rechtsboven staan de conclusies. Namelijk 8 februari of 2 februari. Er is namelijk een bron, de online, het graf van deze beste man. Daar staat, als ik het goed lees, 8 februari op en geen 2 februari. Dus ik heb hier een voorbeeld van constructerend bewijs. We hebben een bron die 8 februari zegt. Ik heb wat bronnen die 2 februari zeggen. En dan is dus de vraag, hoe zit het? In dit geval denk ik dat ik... Maar je kunt ook de betrouwbaarheid van de bron kun je aangeven. En misschien helpt dat dan om uiteindelijk te zeggen, als ik alles wat niet betrouwbaar is buiten beschouwing laat, dan komt er misschien een andere datum uitrollen, omdat die dan gebaseerd is op de wel betrouwbare bronnen. Exact. En het punt hier is vooral dat, welke conclusie je uiteindelijk trekt, dat is, ik zeg altijd, dat is uiteindelijk het leuke deel van het spelletje. Dus doe dat vooral zelf en bepaal als onderzoeker vooral zelf wat je hiervan vindt. Centurio helpt je er in elk geval bij om alle gegevens dus in een mooi overzicht bij elkaar te hebben. En dan kun je zelf zeggen van, bijvoorbeeld in dit geval zie ik, ik merk op dat ik niet de geboorteakte van Theodorus zelf erbij heb zitten. Dat zou natuurlijk waarschijnlijk doorslaggevend zijn. Maar als ik er hiervoor kies om te zeggen, ik geloof die 8 februari, die geloof ik juist wel, en ik geloof die 2 februari niet, dan zeg ik gewoon hier, die is niet aannemelijk. En die is niet aannemelijk. En dan zal hij zelf boven in de conclusie aanpassen naar 8 februari. Ja. Heel indrukwekkend. Ja. Oh, mooi. Ja, dus dat... Er valt waarschijnlijk nog 101 dingen over te vertellen. Maar we lopen ook richting de klok van 9. Dat betekent dat we eigenlijk al ruimschoots over tijd zijn. Wendy, ik zie jou denk ik nog een beweging maken dat er misschien wel vragen zijn vanuit de kijkers. Ja, dat klopt. Als we nog even heel snel de tijd hebben, dan vraagt iemand, wat doe je dan met een buitenlandse bron? Kun je die op dezelfde manier gemakkelijk verwerken? Ja, daar zit eigenlijk weinig verschil tussen de lijst met bronnen of de brontypes die ik gebruik heb. Die heb ik uit het boek Evidence Explained gehaald, tenminste daar heb ik me op laten inspireren. Dus die gelden, dat is een op Amerika gebaseerd boek met heel veel uitstapjes naar Engeland en Frankrijk en andere landen. Die bronnen uit andere landen kunnen hier prima in. Mooi. En je liet net zo'n mooi stukje zien van open archieven. Zou dat ook werken voor bijvoorbeeld Wie was wie? Het werkt, een aantal dingen. Het werkt voor elke website. Voor sommige websites werkt het beter dan voor andere. Dat betekent, anders gezegd, voor sommige websites zit er specifieke logica ingebouwd. Dus voor open archieven, Family Search, dat soort websites. Voor de bekende websites zit er aanvullende logica in die het net iets beter doet. Maar ook voor een gewone website zal die in elk geval zijn best doen om er het beste van te maken.
Wie was wie is natuurlijk nog interessant, omdat daar elk zoekresultaat niet een eigen pagina heeft. Tenminste, de meeste mensen gebruiken de zoekresultatenpagina en daar staat alles door elkaar. Dus daar kun je niet echt één bron uithalen, want je weet helemaal niet naar welke bron je zit te kijken. Dus dat is daar een uitdaging. Maar, dus dat is net het moeilijkste voorbeeld, maar ja. Heel veel andere websites wel, zeker. Mooi. Zo. Eén vraag nog. Ik zie ook heel veel mensen die zeggen van, ik heb het al in een programma zitten, ik wil niet helemaal opnieuw beginnen, kan ik iets met een getcom-file doen? Fauke, kan dat? Of zijn we toch weer eraan overgeleverd om helemaal opnieuw te beginnen? Een aantal dingen. Ja, het kan. Je kunt je getcom pakken, die kun je inlezen. En dan zal hij zijn best doen om de bronvermeldingen die erin zitten zo goed mogelijk een plek te geven. Vaak, omdat andere pakketten natuurlijk helemaal niet je dwingen om een bronvermelding te hebben, ontdek je dan hoe weinig je eigenlijk hebt aan bronvermeldingen. En ik zie dat heel veel gebruikers er dan toch uiteindelijk voor kiezen, juist dan voor kiezen om te zeggen, nou, dan begin ik toch opnieuw. Omdat het misschien ook wel een hele andere manier van werken is. Precies, en omdat je eigenlijk het terug gaan werken van bronnen die je lang geleden hebt ingevoerd, het is eigenlijk makkelijker om dan toch opnieuw te beginnen. Maar dat zie je pas goed als je inderdaad een getcom hebt ingelezen. Oké, maar het kan wel. En het is natuurlijk aan de gebruiker om te kijken van, en wat vind ik er dan uiteindelijk van als ik het ingelezen heb. Exact, zo is dat. Oké, dankjewel. Nou, Fauke, dankjewel voor deze demonstratie en uitleg over Centurial. Ik zag een aantal opmerkingen voorbij komen van mensen die er al heel lang mee werken. En die heel erg enthousiast daarover zijn. Ik zag ook mensen die het niet kenden, maar ook enthousiast zijn. Dus ik ben in ieder geval blij dat we op deze manier weer eigenlijk iets hebben onder de aandacht gebracht, dat ons kan helpen bij al het onderzoek dat we doen. Dus dank je wel in ieder geval daarvoor. Graag gedaan, dankjewel. Nou, we zijn echt wel aan het eind van onze uitzending gekomen. Maar voordat we gaan afsluiten, geef ik dan nog even het woord aan Peter. Want Peter, jij hebt in ieder geval nog nieuws over de DNA-webinars, waar we over 14 dagen mee beginnen. Ja, dat heb ik van de meer. En nog een ander nieuwtje. DNA-webinars, beginnen we mee op 28 januari. We hebben vier bijzondere sprekers. Maarten Larmusot, Wim Pennings, Gerrit Woertman en Els Leijs. Het staat uitgebreider beschreven op onze website www.academievoorgenealogie.nl. Bijzonder is dat we onder de deelnemers straks, er is overigens nog plaats, dus je kunt altijd inschrijven. We doen dat met een aantrekkelijk promotieaanbod, dus het valt allemaal reuze mee. Denk echt de moeite waard om te doen. We hebben een aanbieding in die zin dat we onder de deelnemers nog een DNA-kit van MyHeritage kunnen verloten. Nou, jullie weten allemaal wel hoe DNA-onderzoek je kan helpen bij het vervolmaken van je stamboom en veel meer andere dingen die daarmee mogelijk zijn. Dus alleszins de moeite waard. Kijk op de website en misschien is het ook iets voor jou. Een tweede punt is, januari is altijd de openbaarheidsdag. 2 januari dan van elk jaar worden er heel veel archiefdocumenten openbaar. Als je alleen al kijkt naar de lijst van het Nationaal Archief, die bestaat dit jaar 3000 pagina's. Nou, daaronder zitten ongelooflijk mooie dingen. Helaas dit jaar, wat veel archieven doen, die hebben een openbaarheidsdag, een openbaarheidsweek, een openbaarheidsmaand. Al die fysieke gebeurtenissen, die zijn allemaal natuurlijk in het water gevallen deze maand. Maar digitaal is er ongelooflijk veel te vinden. En ik noem maar wat, het Nationaal Archief heeft stamboeken van knilmilitairen, met name niet-Europeanen, fantastische informatie in. De arrestantenkaart in 1945 van Rotterdam. Den Haag heeft bijzondere families. Nou, als je als genealoog even gaat speuren op website van een archief, dan vind je echt hele leuke en heel bijzondere dingen waarmee je onderzoek weer verder kunt doen. En heb je heel veel plezier voor de rest van het jaar, denk ik. Dat was mooi. Het, John. Nou, dankjewel, Peter. Goed, dan zijn we aan het eind gekomen. De volgende uitzending van deze talkshow is op 11 februari. Dan hebben we als speciale gast in ieder geval professor Arne-Jan Bijsterveld, die ons wat gaat vertellen over het onderzoek dat het heeft gedaan naar de geschiedenis van het huis waarin hij woont. En eigenlijk achterkwam dat dat vooral ook verbonden is aan een Joodse familie
die daar aan het begin van de Tweede Wereldoorlog woonde. En hij heeft zich verdiept in de lotgevallen van deze familie. En hij komt over de familie en over het huis, komt hij volgende keer in ieder geval vertellen hoe hij dat aangepakt heeft en wat hij heeft gevonden. Dus ik zou jullie ook van harte willen uitnodigen om in ieder geval op 11 februari hier weer naartoe te komen. Dank aan alle mensen, in het bijzonder aan Yvette en aan Fauke om vandaag hierbij te zijn. Dank aan onze panelleden. Dank aan iedereen thuis. Ik zie jullie dus graag terug over een maand. Maar in de tussentijd kunnen we op onze Facebookpagina en in de Facebookgroep Boeren, Burgers en Buitenlui nog napraten. We zullen daar ook nog een aantal links zetten. We zullen daar ook nog informatie over Centurial opnemen. Waar mensen eventueel ook nog vragen kunnen stellen. Dus Fauke, ik weet niet of je al lid bent van de groep, maar kijk er anders in ieder geval in. Want dan is dat misschien een gelegenheid voor al die vragen die vandaag niet beantwoord zijn, om die daar nog in terug te vinden. Dus wie nog niet lid is van de Facebookgroep Boeren, Burgers en Buitenlui, van harte welkom om daar ook deel te nemen. Dankjewel iedereen. Dankjewel voor de komst. En ik zou zeggen tot de volgende keer en veel succes met je eigen stamboompuzzel. Tot ziens. Tot ziens.